Ik ben Thea Gevers. Ik uh, ben senior trainer, adviseur en coach bij het Vuurmedisch Centrum. En dat houdt in dat ik uh, allerlei uh, activiteiten doe rond communicatie. Veel organisaties hebben last van uh, dwarsige medewerkers en dwarsige teams. En dat zijn medewerkers en teams die remmend werken in het zich verder ontwikkelen binnen de organisatie en naar de doelen die de organisatie vraagt. En uh, leidinggevenden hebben vaak moeite om hiermee om te gaan en mijn boek... Is er om ze daarbij te helpen? Stel dat, dat er een, uh, een dwarsig negatief gedrag vertoont: klagen, roddelen. En uh, dan, dan zie je dat, dat heel vaak teamleden daarin door beïnvloed worden worden en gezegd wordt ja, hij trekt ze mee, of zij trekt ze mee. En mijn tip voor de leidinggevende is: kijk eens naar die, die collega's, want die, trekken, die kiezen ervoor om zich laten mee te trekken. Dat is één tip. Kijk naar de collega's hoe ze het gedrag in stand houden. Een tweede tip is: kijk naar je eigen gedrag als leidinggevende. Want heel vaak hou je ongemerkt het dwars gedrag in stand door de wijze waarop je op de persoon reageert. En de derde tip is, kijk eens naar het verleden van die dwarsige persoon. Want daar zitten vaak de oorzaken van het gedrag. En misschien helpt je dat ook mee te denken hoe je het anders kan aan gaan pakken. Zo werkt het dus niet. Dat betekent, eh, pak medewerkers niet oppervlakkig aan of doe niet meer van hetzelfde. Want dat blijkt in de praktijk niet te werken. Wat ik met mijn boek probeer te bereiken is dat het probleem structureel wordt aangepakt. En dat je voor eens en voor altijd van het dwarsige gedrag verlost bent.